Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Ik ben Bellevue. Voordat deze video echt gaat starten, ga ik even melden dat er een weekvlog aankomt. Het was wel zeg maar, ik begon pas op dinsdag. Dus ik ga dan één dag dus van dinsdag tot zaterdag filmen. En dan ga ik laten zien hoe mijn week eruit gaat zien. En hopelijk wordt het een leuke video. En ja, hier is dan de video. Hoi allemaal, ik heb weekvlog, het is vandaag dinsdag 17 juli, zoals je kan zien. Het is nu 1:15 en ik zit in mijn kamer, het is echt zo heet hier, echt. En mijn ventilator heb ik vandaag en dan kan ik ze... Het is echt zo heet. En ze zeiden dat het 28 en 29 juli wel 40 tot 42 graden kan worden. Dus daar heb ik echt geen zin in. Want dat is zo heet. Echt waar. Oh my god. Dus, ja. Ik ga iets kijken om te doen. Ik heb zomervakantie trouwens. Dus. Het is eigenlijk best wel vroeg nog. Dus ja, ik ga kijken wat ik ga doen. Niet al mijn vrienden zijn naar België, naar vakantie bedoel ik. Mijn beste vriend blijft in Nederland. En een paar vriendinnen van mij ook. Dus, ja. En naar de middelbare school ga ik naar, naar de middelbare school. Na de vakantie ga ik naar de eerste. Ik ga naar Academie 10. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb echt heel veel zin om naar middelbare school te gaan, want nu kijk ik ook video's van Imara's World. En dat vind ik ook heel leuk. En ze maakt vlogs en zo, storytimes, gewoon een perfecte kanaal, challenges, gewoon alles in één kanaal. En ze maakt heel goede video's, dus volg haar zeker even. Haar link van haar YouTube kanaal doe ik even in de beschrijving. Nu ga ik kijken wat ik wil eten. Ik weet echt niet meer. Ik ga denk ik gewoon dit eten. Zo. Weet ik veel. Oh, en gisteren had ik cupcakes gemaakt. Ik weet echt niet of ze lekker zijn, hè? Dus ik ga maar eentje pakken. Volgens mij is alles half aangebrand. Want de onderkant was eerst nog helemaal zacht, zeg maar. Kijk, kijk. Oh ja, deze had ik geknipt. Gesneden. Dit is één chocolade. Hoi, het is weer een nieuwe dag en het is vandaag woensdag. Okay. Het is vandaag woensdag 18 juli, het is nu 7:15 en ik ga zo meteen met IJssel en Tofik naar buiten. Want Tofik heeft laatst gisteren een oxbord gekregen in het zwart. En ik heb een blauwe en IJssel toen een witte. Dus we waren van plan dat we met z'n allen op de oxbord gingen. Nou, hoezo ik vandaag bijna de hele dag niet heb gevlogd is... Omdat ik mijn neefje ging zeg maar met zijn vader. Zijn vader kwam hem vandaag ophalen. We gingen ze afzetten bij Utrecht Centraal. Maar we moesten best wel lang... En daarna, we moesten lang wachten op de trein. Mam, ik ga je filmen, hè. We zullen best wel lang wachten op de trein. Dus toen gingen we naar Burger King. En daarna hebben we nog ijs ergens gegeten. Dat was zo lekker. Ik had limoen en passievrucht. En ik hou van zure en sorbet maken. Dus ja, ik vind sorbet ijs echt lekker. Ik weet niet hoe, het is zo lekker fris.
En ik zei net dat ik een stukje gevlogd. Maar mijn moeder wil niet op YouTube. Omdat ze vindt dat ze er niet uit ziet. Want ze heeft geen make-up op. En ik zei, mijn broertje gaat douchen. En zei ik, hij is vers. Maar het is eigenlijk fris. Nou, ik ga zo naar buiten. Wanneer ik naar buiten ga, ga ik dat voor jullie filmen. En dus dan ga ik dat filmen. Ik ga kijken bij Winkel. Ah, bij En Winkel goedkoop. daarna, ja, dan ga ik dat filmen. En morgen is donderdag. Morgen gaan we misschien zwemmen. Dus dan ga ik natuurlijk ook een paar leuke foto's laten zien. En wanneer mijn broertje gaat zwemmen. En ja, dat wordt weer leuk. Dus ja. Want we gingen vorige week vrijdag zwemmen, disco zwemmen, toen mijn neefje er nog was. En nu gaan we weer. Omdat het lekker heet is. Nee, eigenlijk is het niet lekker, het is echt zo heet. Even serieus, nu is het lekker afgekoeld, gelukkig. Maar in de middag, toen we naar buiten gingen, was het echt heet. Dus ja, ik laat jullie de volgende clip van mijn dag zien. En dankjewel voor de 97 abonnees. Nog 3 te gaan, dan hebben we 100. Dus vertel 3 vrienden. De eerste 3 mensen die gaan abonneren, die krijgen, ga ik op hun account abonneren. Dus vertel het aan je vrienden als hun een YouTube-kanaal bezig zijn en zijn nog niet geabonneerd op mij. Zeg dat ze dat moeten doen en dan abonneer ik terug op hun. En wanneer ik 100 heb, ga ik iets leuks doen. Ik denk misschien, ik weet niet wat ik ga doen eigenlijk. Ik ga gewoon iets leuks doen en dan misschien, ja, iets leuks. En ja, ik ben blij, want ik had een turnvideo, de eerste turntrucjes, sommige fail. Dat was echt wel. Vorig jaar augustus, toen zat ik echt net een paar weken op turn of zo. Toen kon ik bijna niks. Ja, toen was ik heel blij. Toen ging ik turnen. En ik ben echt blij, want die video heeft 3,6k weergave. En ongeveer 50 likes of zo. En iets van 20 dislikes. Maar iedereen zegt dat ik zei van, noem je dat turnen? Je kan echt niet turnen. Dus op die video ga ik zo meteen, ik ga zo meteen reageren op de reacties van die video, want er zijn er echt heel veel. En dan, ja, ga ik een beetje kijken wat mensen zeggen. En dan ga ik op hun kanaal kijken. Dus ik weet niet wanneer ik die video ga doen. Ik denk, morgen ga ik rond 1, als we gaan zwemmen, rond 1 of 2 uur. Dan film ik die video in morgenavond of zaterdag. Dus ja. Oké, ijstoel is. Ik pak mijn Oh. oksport, even slippers of iets aandoen. En dan ga ik. Wacht, ik ga het even opzoeken. Oké, nou, ik heb mijn schoenen aan. Ijstoel. Daar pak mijn oksport. En dan ga ik mijn vriend ophalen. Onze vriend. Dus ja, ik zie je. Wanneer ik er ben of zo. Ik kijk hoe ik hem moet vasthouden omdat ik een telefoon in mijn hand. Ja. Tof, ik zei, kom je nog? Kijk, ja, ik ga wachten tot hij zet. Dus hij komt sowieso. Bluetooth device is ready to pair. Als je dus kapot met je moeder geklopt. Oh, we filmen al. Oké. Wij gaan nu naar die vriend. Hij woont gewoon daar. Dus het is maar. Met deze oxboard nog maar echt een minuut of zo, niet eens. Dus ik ga nu aanmelden. Want we zijn er. Hij wordt echt heel dichtbij gelukkig. En ik ga aanbellen. Tot zo. Oké, we zijn buiten. Dit is Tof. Ik wil zijn hoofd niet laten zien. Ik heb muziek op mijn oxboard. We hebben allemaal oxboard. En ik ga nu naar een schuine plek. En we zijn bij een plein en ik heb nu woep woep van Riff.
Boef en nog iemand. Nee, ik ga niet van hier. Hoi, dit is een nieuwe weekvlog van donderdag 19 juli. Het is nu 4:55. En ik ga naar buiten met IJssel en iemand anders die anoniem is. En ik ga weer op mijn Oosterbord weer muziek spelen. Voor de rest ga ik echt niks belangrijks doen. Als ik thuis kom en ik ga iets leuks doen, ga ik het weer filmen. Maar in de ochtend zat ik op Sims. En toen een hele tijd op MSP, dus Movistar Planet. En ja. Diegene die... Ga hier weg, ze zien je. En ja, tot zo. Zeg hoi tegen de camera. Hij is zo gooi tegen de camera. Hoi. Je speelt die hele map, maar je bent het niet. Geen diploma, dan ga je moeten rennen, vriend. Ongepakt in de kind is niet de lente niet. Je wacht, je wordt verhuurd en verkocht. Eén van mijn schapen in een deur op mijn kop. Dan wil ik kijken naar de deur op mijn kop. Naar de deur, naar de groep, in mijn buurt, vis ik op je. Ik vind het jou. Wel uw kerstbroer, investeer in goud en er wordt veel gezout. Soms gaat dingen fout. Hoef je verklaring niet te zien, reken blind op jou. Zoals maar één keer nooit dat ik je weer vertrouw. Je snapt het niet, dus ik leer het jou. En je bent niet aan, wat forceer je nou? Je viele vleesje, die is tering aan. Ga je niet, man. Waarom stress je mij aanzien? Ik ben op straat, ik ben met liefde. Jee, kan ik het echt goed? Hoi, welkom bij... De één na laatste dag van mijn weekvlog. Ik heb er niet zo heel veel gefilmd, maar ik deed de hele tijd hetzelfde. Vandaag is het vrijdag 20 juli. Ik ga zo naar de markt. Ik ga zo naar de markt toe. Het is maar een paar minuutjes hier vandaan. En hier is mijn broertje. En ik ga naar de markt met mijn moeder. Moeder, we gaan een jurk terugbrengen. En mijn moeder zit hier dus nu in te pakken, zoals je kan zien. Mama, zeg even hoi. Oké. En ik zie jullie wel wanneer ik onderweg ben of zo. Dus ja. Doei. Nou, ik loop buiten naar de markt met mijn moeder en met mijn broertje. Tresor. Wacht, ik ga de andere kant, want daar is... Licht. Ja, hier. En we gaan nu naartoe lopen. En dan zie ik jullie zo wanneer ik iets ga doen. Of weet ik veel. Ik en mijn moeder... We gaan nu weer naar buiten. We gaan naar Tuindorp, toch? Want mijn moeder moet een contract tekenen voor haar werk. Dus wij gaan nu. En dan zie ik wel wat we daarna nog gaan doen. Dan ga ik weer naar huis. Dan ga ik naar buiten weer met een paar vrienden. Dus ja. Ik ben nu in de bus. Dus ja. Als je mij niet kan horen, hieronder heb ik dan gewoon de titel wat ik zei. Dus ja, tot zo. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Hoi. Ik bedoel, gloednieuwe dag. Weer een weekvlog, dit is mijn laatste dag van mijn weekvlog. Gisteren was het leuk, ik ging lekker naar de stad. Ik ben hier met IJs toe. We gaan zo meteen zwemmen. En er is dan een stormbaan. Hier is een foto van een stormbaan. Hier. Hier, zo. Hier is een foto. Zo, als je kijkt naar mooi, hè. Bij de hommel. En ik kijk nu mijn eigen video. Ja. En ik ga wel gaan zo meteen wat in mijn bag doen van zwemmen. Maar, en met wat we gaan zwemmen. Zometeen gaan we nog op MSP. Ik heb veel nieuwe movies gemaakt. En een paar mensen zeiden, maak meer MSP movies. En laat ze dan ook zien. Dus dat ga ik doen, want ik ben zo ver bezig nu. En ja,
Dus ja, we gaan nu volgens mij nu op MSP. We gaan over ongeveer een uur of twee gaan zwemmen. Dus ik ga nu mijn tas inpakken volgens mij. En als IJssel dat doet, kunnen we zo meteen gelijk filmen. Maar eerst moet ik mijn telefoon even opladen. Oh ja, ik was helemaal vergeten. Dus in het begin heb ik het toch gezegd, maar het is zaterdag 21 juli. Het is nu 1 voor 12. Dus nog 1 minuut en dan is het 12. Ja, nu is het 12 uur. Ik ga mijn telefoon laden, want hij is op 18%. En dan ga ik even verder video's kijken. En ja. Ja. Hoi, we zijn weer terug. We gaan zo zwemmen. Het is nu 2 uur. Ja. Stormbaan is open om 2 uur. Yes. Dus ja, dit is wat in mijn bag. Dit is van mijn moeder en ik. Ik ga niks eruit halen, want mijn vrouw is weer erin. Oké, wat heb jij? Ik heb eerst handdoeken natuurlijk. Ja, ik ook natuurlijk. Ik heb ook nog crème voor mijn, wat ik weet is hem. Ik heb ook deo. Ja, ik ook. En ik heb ook een hemd en een ondergoed. Ja. Ik heb hier mijn broertjes kleren, handdoek, deo, mijn onderbroeken en zo. Ik heb ook, ja, crème heb ik al gezegd. Sam, mama, gaan we daar douchen of hier? Ik ga hier daar douchen. Ja, ik ga hier thuis douchen. Dus ik neem geen shampoo mee. Mijn zwemkleren heb ik aan. Ik heb pakjes drinken. 3 pakjes drinken heb ik mee. Ja. Mama moet chips ook lopen. Oh. Dat was het wel zo'n beetje. Doei.